Ik zit hier bij Jos Tornij en hij is voorzitter van de regiegroep 75 jaar Vrijheid Almelo. Maar de regiegroep, dat is eigenlijk de groep die zich bezighoudt om alle activiteiten die in het kader van 75 jaar bevrijding worden georganiseerd in Almelo, om die te regisseren, om die af te stemmen op elkaar, om met elkaar in verbinding te brengen en waar mogelijk ook ondersteuning te geven. Maar eigenlijk begint het programma pas goed op 10 februari. Dan zijn de leerlingen van dus groep 7 en 8 van de basisonderwijs en van groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs uitgenodigd in het theaterhotel. Dan komt daar een multimedia spektakel met muziek, met film en met gesprek over wat is vrijheid, wat betekent vrijheid voor jou, hoe is het in het verleden tot vrijheid gekomen, etcetera. Ja, misschien nog even goed te zeggen dat 30 maart hebben wij onthulling van een informatiebord bij de lanceerplaats van V1 in Nijrisbosch. Dat is ook wel heel mooi om te weten. Dat gaat 's middags om een uur of 4 gebeuren. En dan gaan we naar richting 5 april, de dag waarop Almelo is bevrijd. De dag ook waarop wij een uitgebreid programma hebben met de Tour de Overijssel van RTV Oost, met optredens van Gospelkoor Onderweg, Chanticoor, Oostvaders, Orkest van Almelo en In Rol doet zijn bijdrage middels dans. S'avonds een groot muziekspectakel van RTV Oost met de Bluebirds. En dat wordt gewoon een groot programma. Op die dag komen 65 tot 75 voertuigen van Keep Them Rolling naar Almelo. Die zullen eerst zich verzamelen op de woonboulevard en vervolgens gaan ze opgesteld worden bij het Marktplein en Waagplein en de Corridor. En allemaal om te herdenken dat Almelo 75 jaar geleden bevrijd is. En de dag daarvoor, misschien toch ook wel goed, 4 april, herdenking van de twee gesneuvelde Canadese soldaten bij de Friesebrug in Almelo, aan de Hoortmarsumse straat. En we hebben op 5 april, we hebben op 5 april in Almelo, 5 mei in Bonnebroek en in Adorp vrijheidsmaaltijden. Kortom, het worden gebeurtenissen waar heel Almelo bij aanwezig moet zijn. Tot 15 augustus loopt het programma door. Er zijn er allerlei incidentele evenementen. Dus volg het ons. Volg ons op de website. Volg ons op de Facebook. Volg ons in de krant. En u bent van harte welkom. We hopen dat heel Almelo 75 jaar vrijheid volop meeviert. Wij zoeken nog vrijwilligers. Vrijwilligers voor 10 februari. Vrijwilligers voor 5 april. Vrijwilligers voor 5 mei. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan op de e-mailadres almelo75jaarvrijheid@gmail.com.